Het planapparaat van Suriname is kapot. Daardoor is het plan dat de vorige week door de regering is gepresenteerd onderontwikkeld en onevenwichtig. Dit is de conclusie van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, verwoord voorzitter Winston Ramoutersien. De VES-voorman is blij dat hij vanuit de eerste hand geïnformeerd is over de staat van de economie en de plannen van de regering voor de komende jaren. Aan de andere kant is hij niet positief gestemd als wordt gekeken naar de kwaliteit van het planapparaat. Er zullen heel wat inhaalmanoeuvres gemaakt moeten worden om op de normale manier weer plannen te kunnen maken, zegt Ramoutersien. Het plan wat is uitgelegd is samen met de Islamic Development Bank ontwikkeld en omvat een investeringsprogramma van 1,8 miljard. Maar het komt eigenlijk erop neer dat het een infrastructuurprogramma is. De werkelijke noden van het land, van de economie, om de productiecapaciteit te versterken, dat zit er nauwelijks in. Voor de landbouw bijvoorbeeld is er 95 miljoen slechts uitgetrokken. Dat zal weinig zoden aan de dijk leggen als we de landbouwsector verder tot ontwikkeling willen brengen. Voor capaciteitsontwikkeling is er maar 500 miljoen uitgetrokken. Dat stelt niks voor. Dus er moet hier nog behoorlijk aan gesleuteld worden. Maar dat weten de heren ook. Ramoutersien zegt hulp te hebben geboden om het plan recht te helpen trekken. Of de regering die hulp zal aannemen is niet aangegeven, zegt de VES-voorzitter. Over de koers die de afgelopen dagen een licht dalende trend vertoont, zegt Ramoutersien te hopen dat het van blijvende aard zal zijn. Maar realistisch gezien zal dat toch niet het geval zijn, zegt de VES-voorzitter. Omdat de verhouding, de economische kracht van die economie is, zwak. Dus je kan zeggen dat die omlaag moet, maar dan moeten we meer gaan produceren en gaan exporteren. Door te praten erover krijg je hem echt niet omlaag. Door de juiste incentives te geven aan die ondernemers die kunnen produceren en kunnen exporteren, gaan we op termijn wel eruit komen. Maar als we dat niet kunnen doen omdat het apparaat zo zwak is en de private sector rustig afwacht, dan gaat het heel lang duren. Officieel lag hij in juli boven de 63,6%. Ook het inflatie is een representatie van de realiteit. Voor de wisselkoers om omlaag te gaan, moet natuurlijk de productiviteit omhoog gaan. En belangrijker nog, we moeten vertrouwen krijgen in onze eigen economie. Beide zullen niet morgen gebeuren. Dus hieraan moeten we toch wel allemaal als collectiviteit gaan werken. Maar er is geen toverstok om dit morgen al te realiseren. Dat waren Winston Ramoutersien en Steven Debbie Persat, die namens de Vereniging van Economisten afgelopen zaterdag de presentaties van de regering hebben bijgewoond. VES-voorzitter Ramoutersien zegt tenslotte de bespreking als erg prettig te hebben ervaren, omdat de regering zich kwetsbaar heeft opgesteld en het gesprek erg openhartig was.